Ik weet niet hoe we het hebben gedaan, maar hier staat een van de zeldzaamste PlayStations ter wereld. De PS5 Pro 30th Anniversary Edition. Hij is van Florian en hij gaat hem unboxen vandaag. En we beginnen inderdaad al, wat een gigantische doos. Ja, zeker holy vergeleken shit. Met de normale PlayStation 5 Pro. Dat zit eigenlijk best wel in een kleine doos. Ja, ja. En dat is eigenlijk helemaal geen belevening. Daar trek je hem uit en that's it. Ja, dan scheurt hij. En dan scheurt hij ook nog eens inderdaad. Dit is compleet iets anders. Sterker nog, hier zit eigenlijk nog een grote doos omheen. Oh. Om dit allemaal te beschermen. Dus okay. Het is een gigantisch pakket. Ja, ja, ja. Maar vanaf hier wordt het soort van leuk. Met details en weet ik veel wat. Ik ben zo benieuwd, man. Jij zei dat er allemaal dingetjes in zitten. Zeker. En ik zie al wat op de pakken. Hier al inderdaad, aan de bovenkant zie je de PlayStation 1. Ja. Hier aan de zijkant staat de PlayStation 3. Oh. Hier de PlayStation 4. Ze staan er allemaal op. Dit is de PlayStation 2. En aan de voorkant heb je dan de PlayStation 5 Pro. Ja. Daarna gaat die open. En dan zie je al meteen aan de binnenkant... zeg maar alle hardware die Sony ooit heeft uitgebracht. Is Move. En hier staat echt alles op. iToy. Precies. Holy shit. En dit zit dus aan de hele binnenkant van deze hele doos. Het is echt wel heel, heel tof gedaan eigenlijk. Ja. Daarna gaat deze omhoog, eraf. Oh, dit is... Oké. Ja, 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 ja. Nog een doos. Nog een doos. En hier staan ook mooie details op. Omdat we kennen natuurlijk allemaal het PlayStation logo. Weet je wel, kruisje, vierkantje, rondje, driehoekje. Ja. En hier hebben ze een 3 voor het rondje gezet. Zodat het 30 wordt, zeg maar. Ah, en dat zie je dus ook overal op de doos staan. Hierboven staat 30th anniversary, inderdaad. Dan Le Moment Supreme. Daar komt hij aan. Ja, ik ben zijn we er klaar voor? Doe het, doe het. Wow, oké. Hier zit nog een hele doos achter. Zeker. Nou, eerste console natuurlijk. Ja, 12.300 ter wereld. Hier staat er 1. En hier staat er eentje. Ja. Ze zijn dus inderdaad allemaal genummerd. Ik heb nummer 6337. En hoe weet je dat? Staat het hier ergens op? Dat is niet waar. 3667. Dat staat hierin? Ja, dat staat hierop. Voor de rest is het precies hetzelfde. Maar hij is dus grijs natuurlijk. En dat is uiteraard met een dikke knipoog naar de eerste PlayStation. Ja. En je ziet ook, ik was zo druk gisteren. Ik heb hem zelf nog niet eens uitgepakt. Het plastic zit er letterlijk nog op. Maar ook hier zitten inderdaad een heleboel dingen nog in die ik ook nog niet echt goed heb bekeken. Okay. Dus laten we dat ook zeker doen. Ja. Hier staan ook alle consoles op. Pretty cool, met alle controllers. Hier zit een hele toffe poster in. En het leuke is dat deze kant heeft zeg maar iedereen. Deze zit ook in de Slim. De achterkant heeft, is dan weer anders bij elke... Er zijn 9 verschillende, geloof ik. Okay. Dit is die van mij. We beginnen met het minst boeiende. Kabels. Boekjes. Yeah. Boekjes. Boekjes, ja. Kabels inderdaad. Hier zit eigenlijk ook allemaal gewoon standaard dingen in. Deze is eventjes wel bijzonder. Gewoon een HDMI stroom natuurlijk. Die voetjes zitten er ook bij voor mocht je hem neer willen leggen horizontaal. Ja, in plaats van verticaal. Ja, want je zit geen standby toch? Er zit zeker een standby. Wel een standby? Ja. En hier zit een speciaal USB-C kabeltje bij waarbij ook weer dat logootje staat met die 30 zeg maar. Cool. Dus dat is een leuk detail. Allemaal branded. Ja. Hier zit nog een adapter bij. En dan denk je, hoezo heb je een adapter nodig inderdaad? Precies, ik zie jou al kijken inderdaad. Is dit voor lampjes? Laten we dat dan meteen als volgende dingetje doen. Dat is voor deze. En die is dus ook exclusief voor dit pakket. Oh, hè? Dat is de charging station. Oh, oké. Okay. Hier kunnen dus 2 controllers op. Ja. Yeah. Hier gaat dan een adapter in. Daar heb je dus deze voor nodig. Oh, dope. Dus nu maakt dat... Ah, dat zit er gewoon bij. Nice. Nu maakt dat sens. Hier heb je nog een leuk doosje met een cadeautje erop. Is hier een soort van... Dit is niet, okay. Heel boeiend. Het zijn pins. Precies. Dus dit bijvoorbeeld... En het is pretty cool. Het is heel rubber. Het is heel dik. Ik bedoel, houd vast. Je kan dit plakken. Pak het vast. Het is een sticker inderdaad. Dit is echt helemaal het soort van het lulligste dingetje wat erbij zit. Dit is namelijk een paperclip. En als laatste zitten er cable ties in. Het is niet zo heel erg boeiend ook. Maar wel geinig. Ja. Dus dat is het voor de cadeautjes, zeg maar. Maar inderdaad, jij vroeg al, zit er een disk drive bij? Ja. Nee, die zit er niet bij. Wat? Nee. Maar stel nou, je koopt toch die disk drive. Ja. Dan heb je dus een witte kap. Ja. En dit is natuurlijk niet. Die grijze. Dus daar heeft Sony dan weer wel over nagedacht. Oh, dus je krijgt er wel een grijze kap bij. En hier staat ook aan de binnenkant nog 30. Dat vind ik wel grappig. Ik had gehoopt dat ze dan misschien eentje erbij hadden gedaan voor dit geld. Eerlijk, dat hadden ze ook eigenlijk best mogen doen. Toch? Ja, want er zit zeker. Wel een standby. Er zit inderdaad wel een standby. Laten we die ook maar die even loskopen. Die moet je ook loskopen bij de PS5 Pro. Ja. Deze is ook anders. In plaats van dat het glimmend is, is het nu mat aluminium. Mm-hmm. En hij is grijs. Ja. In plaats van dat hij zwart is. Voor de rest is het mechanisme precies hetzelfde. Wel weer grappig detail. Hier staat ook weer die 30 op, zeg maar, wat niet op de normale staat. En dan, dat zijn eigenlijk de 2 mooiste dingen die je erbij krijgt natuurlijk.
Ten eerste de soort van normale DualSense in de stijl van 30th Anniversary. Ja. Dus dit zijn gewoon de oude kleuren. En eerlijk gezegd ook, als ik hier naar kijk, ja, dit is gewoon zoals die hoort. Eigenlijk wel, ja. Weet je, mij zit het er nog zo ingebrand of zo. Ja. Ik pakte deze uit en ik had zoiets van, ja, weet je, dit is hoe het hoort, zeg maar. Precies. En deze kun je ook loshalen. Deze kan je ook inderdaad losfixen. Ja. En ze zijn precies hetzelfde. En dan als laatste, en dit is wel echt ook een vet dingetje. Want buiten de normale DualSense inderdaad, krijg je er ook een Edge bij. Dus ook deze case is helemaal 30th Anniversary branded, zeg maar. Eigenlijk het enige verschil is die touchpad. Dat is wel tof. Hier staan ook weer die logootjes op met die 30. Iets meer detail, maar voor de rest is het inderdaad gewoon hetzelfde. Dit is het hele pakket bij elkaar. Ik moet toegeven, het is echt wel een indrukwekkender pakket dan ik dacht. Want ik had niet gedacht dat er een Edge bij zat. Ja, ik als fan inderdaad, als superfan, word hier echt heel erg vrolijk van. Oké, we hebben hier ook dus de gewone PS5 Pro. Yep. Naast elkaar. Yep. Het is verder gewoon een PS5 Pro. Yep. Dus verder inhoudelijk draait hij dezelfde games. Het is verder helemaal hetzelfde. Ja. Maar je hebt nog iets bijzonders meegenomen. Zeker. Want dit heeft ook niet iedereen. Want deze kwam 10 jaar geleden uit. 10 jaar geleden alweer. Tijdens de 20th anniversary van PlayStation. Ja. En dit is dus de 20th anniversary PlayStation 4. En als je een beetje zeg maar deze twee vergelijkt, dan zie je heel veel dingen terugkomen. Dus bijvoorbeeld het logo waar ik het over had met die 30. Ja. Dat hebben ze bij deze ook gedaan, maar dan 20. Ja. Ja. En ook inderdaad deze hier zie je al die logo's. Ze zitten hier allemaal in. Ingraveerd. Super klein. Ja. Dat zie je ook aan de binnenkant hier van deze kappen. En mocht je afvragen, wat is dit voor krabbel? Dit is de handtekening van PlayStation Shuhei Yoshida. Die heeft hij gesigneerd voor me. In een perfecte wereld wil ik deze ook laten signeren door iemand van PlayStation. Dat lijkt me heel vet. Ja. Misschien krijg ik ooit die kans. Dan wordt hij nog specialer dan dat hij nu is. Dat zou zo sick zijn. Maar voor nu is die speciaal genoeg en ga ik er heel hard van genieten. Het was, laat ik maar gewoon eerlijk zijn, een bitch om er eentje te fixen. Ja. En als je je afvraagt hoe ik hieraan kom, het is een heel verhaal. Check dan ook vooral eventjes de volgende Powerpraat. Daarin ga ik alles uitleggen hoe ik hieraan kom. En hoe vreselijk blij ik ben, echt. Cool, nou dan ga ik nu weer gaan doen. Oké, nou, doei. Ik ga je Jacco vermoorden. Later.